And this is First Run Battle. Yes. Ja, First Run Battle is een battle die georganiseerd is eigenlijk voor alle beginnende breakdancers die van zeg maar een jaartje tot anderhalf jaartje aan breakdancen zijn. En ons doel is eigenlijk om de kids bij elkaar te brengen, zodat ze kunnen leren van elkaar, verschillende stijlen kunnen zien en ook eigenlijk ervaring opdoen in de battle scene. En wij willen dat ze door deze ervaring naar een groter evenement kunnen toegroeien. Dat is eigenlijk wat First Run Battle inhoudt. Wij zijn de Brekkert Crew uit Elslo. Ik vind de First One Battle vind ik heel interessant, dat je leert andere kinderen kennen en iedereen heeft een andere stijl hier, zodat je ook andere mensen van kan leren. Ja, ik vind breakdance leuk, want ik doe dat al best lang. Ik besteed er ook al bijna al mijn dagen aan. En bijvoorbeeld, hier mijn vrienden wonen heel dichtbij en dan oefenen we elke dag in mijn schuur. Mijn hele woonkamer zit in breakdance mat en weet ik wat allemaal. Het is gewoon mijn hobby. Dit is Mitchell, dat is Steve, ik ben Andreas. Wij vinden deze battle, althans ik dan, een hele leuke initiatief. Het is heel goed dat al die kleine nieuwe leerlingen, de nieuwe b-boys, allemaal nog ervaring kunnen opdoen. En tegen de grotere ook kunnen dansen of zien hoe die grotere tegen elkaar gaan dansen. Dus ze kunnen een beetje een kijkje nemen hoe de scene erin uitziet. Ik vind het heel leuk dat dit georganiseerd wordt. Ik hoop dat het nog steeds vaker komt. En hopelijk nog een paar keer per jaar zelf, niet maar één keer per jaar. En wat zeggen jullie ervan? Ik vind het mooi dat er een verschil wordt gemaakt tussen kleinere en jongere kinderen en gevorderden. Aan de andere kant vind ik het ook heel mooi dat die 1 tegen 1 battle gewoon hard tegen hard is. Gewoon, hoe klein je ook bent, dat je gewoon tegen een gevorderde kan staan. Gewoon voor de ervaring en het gevoel van een echte battle. Dat vind ik vooral heel mooi om te zien vandaag. En je jonge dame? Nou, ik denk dat het super tof is voor die kids om extra ervaring hierop te doen. Voor de volgende battles die ze tegemoet komen. En dat er maar een vervolg mag komen van First Run Battle.